Dat betekent dat ik als minister iets op afstand sta, maar we hebben afgesproken dat het goed zou zijn als ik een bezoek zou brengen om datgene wat ik wel hoor en zie in de Rijksministerraad en in Den Haag ook eens een keer hier zelf te kunnen bespreken, te kunnen zien. En dat is altijd ontzettend nuttig. Zo heb ik dat vandaag ook ervaren. We hebben gesprekken gevoerd met de gouverneur, met de minister-president, minister van Financiën, minister van Justitie. En er zijn natuurlijk er is nog veel werk te doen op Aruba. We hebben het gehad over sociaal-economische ontwikkelingen, financiën en natuurlijk ook de situatie in relatie tot het naburige Venezuela. We hebben daarna ook nog het Rode Kruis bezocht. We hebben een uitzetcentrum gezien. Dus al met al denk ik dat ik daardoor een goede indruk heb gekregen. En eigenlijk maken we ons nu op voor de reis naar de andere benedenwindse eilanden. Ik wilde tot slot ook nog iets zeggen over de aanstaande verkiezingen. De verkiezingen in mei voor het Europees Parlement. Die zijn ook voor Aruba van belang. In Brussel wordt er ook gesproken over zaken die hier spelen. Het kan gaan over de inzet van Europese fondsen. Het kan gaan over andere Arubaanse aangelegenheden. Er is natuurlijk de OCTA, de contactgroep van landen en gebiedsdelen overzees bij de Europese Unie. En om te kunnen stemmen voor de Europese verkiezingen is het belangrijk dat mensen zich registreren. We hebben dat makkelijker gemaakt. Eenmalige registratie, daarna sta je geregistreerd, hoeft niet nog een keer. En de reden dat ik het hier nog zeg is dat dat kan tot 11 april aanstaande, 6 uur 's avonds. En ik hoop dat veel mensen gebruik gaan maken van die gelegenheid.